Op zaterdag 18 november zijn in residentiezaal Heidehof de nieuwe jeugdhoogheden van Carnavalsvereniging Keijerpol uit Zomerheide gepresenteerd. Anouk Kisse is de nieuwe jeugdprinses, adjudante is Iris van den Broek. Zij stellen zich aan u voor. Prinses Anouk, de eerste, en adjudant Iris, als eerste hartelijk gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Nou, je weet al eigenlijk best wel even dat jij prinses bent, of niet? Ja, een week na de herfstvakantie. Ja, en dan moet je het eigenlijk al, 18 november ben je bekend geworden, moet je toch wel, best wel even geheim houden. Hoe is dat? Het was best lastig, maar als iedereen denkt dat het iemand anders wordt, dan is het best makkelijk voor mij, want dan denken ze dat ik het niet word, dus dan is dat wel fijn. Ja, en dan ga ik even terug naar hoe je bekend bent geworden, want ben jij gevraagd of is er een loting geweest? Hoe ben jij nou prinses geworden? Mama wist het een week voor de herfstvakantie al. En wist het een week na de herfstvakantie. En toen moesten wij ergens naartoe komen. En mama zei dat het iets van school was, maar toen werd ik bekendgemaakt. Oh, en wat dacht je toen? Je hoort het en dan denk je gelijk ja zeggen, of niet? Ja, ik vond het wel echt heel vet. Ja, en dan mag je zelf je adjudant kiezen of is die ook geloot? Nee, die is met spelletjes. Met spelletjes. En dan is nou Iris geworden. Iris, hoe is jouw adjudantrol? Ik vind het hartstikke leuk. Want ik had ook eigenlijk, ik hoopte dat ik het wel was. Maar ik wist het eigenlijk helemaal niet zeker. En dan was het eigenlijk. Ja, en kennen jullie elkaar al? Ja, we zitten bij elkaar in de klas. Ja, dus het is wel een goed paar, jullie twee. Ja. Kijk, gelukkig. Je bent dus gevraagd. Door wie ben je eigenlijk gevraagd om prinses te worden? Door de jeugdcommissie, die heeft mij geloot. Die heeft jou geloot, dus het is niet dat je jou speciaal bent uitgekozen? Nee. Nou, en dan de 18e, zijn jullie bekendgemaakt? Hoe was dat? Want niemand wist het en dan ineens, wat kom je uit een ton of achter een gordijn vandaan? Hoe ben je bekendgemaakt? Ja, ik zat in een... Ja, we moesten met de raad van elf bijna op het podium, want Iris was bijna bekendgemaakt. En toen zei iemand van de jeugdcommissie, moest je naar de wc? En toen zei ik ja wel. En toen werd ik omgekleed en in de kist geduwd. En ja, toen kwam ik eruit. En dan kom je uit de kist en was dan het eerste wat je ziet? Kijk naar je ouders, naar je vrienden? Weet ik niet echt. Nee. Een beetje naar voren eigenlijk. Ja. En dan, wat was de reactie van de zaal? Iedereen wel juichen en zo. Ja, ook verbaasd denk ik, of niet? Ja. Nou, en dan, het is al best wel even een tijd geleden. En wat heb je nou allemaal in de tussentijd gedaan? Wat is er allemaal geweest? Er zijn bonte avonden en bonte middag geweest. Maar voor de rest volgens mij niet zo heel veel. Ja, toen we bekend waren gemaakt, hadden we wel gewoon zitten rossen door de zaal en gewoon een beetje feesten. Ja. En voor de rest niet heel veel. Ja, funtime bij de komeet in zomeren. En ja, voor de rest niet heel veel. Nou weet ik niet voor hoe je prinses bent geworden, maar ik weet eigenlijk helemaal niet wie je bent. Dus stel jezelf een keer voor. Oh ja, ik ben Anouk Kisse. Anouk Kisse, en wie zijn je ouders? Wat zijn je hobby's? Oh ja. Mijn ouders zijn Hilde Kisse en Wesley Kisse. En mijn hobby's zijn korfbal, dansen. En ik doe ook wel, ik vind het ook leuk om met de handen te werken. Dus armbandjes maken en dat soort dingen. Ja, dan ga ik even naar je buurvrouw, want jou kunnen eigenlijk ook nog helemaal niet, Iris. Ja, ik ben Iris van den Broek. Mijn ouders heten Suzanne van den Broek en Barry van den Broek. En mijn hobby's zijn koken, korfballen en dansen. Nou, dat dansen dat gaat ook goed komen komend seizoen, of niet? Ja. En met carnaval zelf, gaan jullie alle 5 dagen feest? Of, Bijna wel. Bijna wel? Ja. Ja. En waar kijk je nou het allermeest naar uit de komende tijd? Nu nog naar mijn jeugdreceptie, denk ik. En naar de optochten en zo op de wagen staan. Nou, want je mag op de wagen staan. Ja. Kijk. Mag je jouw buurvrouw ook mee op de wagen? Ja. Kijk, en waar kijk jij nou de komende seizoen het meest naar uit? Ja, naar de carnaval, naar de jeugdreceptie zaterdag. En dan voor de rest ook heel veel met carnaval. We hebben zo door heel erg veel zin in carnaval. Maar wat is nou jullie planning precies dat weekend? Wat gaan jullie allemaal doen? Vrijdag is sleuteloverdracht. En ja, eigenlijk gewoon feesten en zo. Gewoon feesten. Maar ik hoor jou sleuteloverdracht zeggen, maar volgens mij weten jullie niet helemaal wat het is, of wel? Nee, eigenlijk niet. Nee, dus jullie dat eigenlijk allemaal een beetje overheen komen? Ja. Kijk. Maar hebben jullie nog wel een dag rust tussen al die dagen, of is het alleen maar door?
Ja, de meeste weekenden zitten wij nou wel vol. En in de carnavalsvakantie is het ook al best druk dan. Ja, dus als jullie uiteindelijk na carnaval weer rust kunnen nemen, is dat ook wel verdiend, of niet? Ja, ik denk het wel. Nou, we gaan natuurlijk afsluiten, want volgens mij heb jij een luidspreuk. Zou je die willen doen? Alle boeken aan de kant, want het is carnaval in Keipeland. Allah!